De workout van dinsdag 21 april. Jullie mogen vandaag 3 rondes van tijd doen. Van 100 meter shuttle sprint, 10 one arm thrusters met de ene kant. Daarna weer 100 meter shuttle sprint en 10 one arm thrusters met de andere kant. De shuttle sprint, je zorgt dat je een stuk hebt van 10 meter. Ja, en dat loop je 10 keer van punt naar punt. Dus heen en terug is 2. Ja? Totaal 100 meter dus. Daarna doe je one arm thruster. Je pakt een voorwerp, dat kan een dumbbell zijn, een kettlebell, een tas. Net wat je thuis voorhanden hebt. Je begint bij de schouder, voeten. Zet je op schouderbreedte. Je maakt een diepe squat. Omhoog en uitduwen naar boven. Ja? En weer terug. Uitstrekken. Neer. En op die manier. Probeer voldoende diepte te maken, dus als het kan, net als bij een gewone squat weer, met je heupen onder kniehoogte en anders zo diep mogelijk. Heel veel succes, geef ons een like en vergeet niet ons YouTube kanaal te volgen. Abonneren is gratis, heel veel succes en tot morgen.